Zoals elk jaar zijn ook nu weer de luchtlandingen bij Arnhem in september 1944 herdacht. 180 manschappen van het huidige 10e Britse parachutistenbataljon sprongen boven de Ginkelse heide bij Ede naar beneden op precies dezelfde plaats waar het bataljon in 1944 gedropt werd. Deze troepen hebben Arnhem nooit bereikt. Een van de uit Engeland gekomen overlevenden vertelt dat in zijn eigen woorden. De Duitsers wisten dat de mensen hier zouden springen, dat wisten ze toevallig. En je kan dus een parachutist in de lucht behoorlijk nikken als er staat enkele honderden mensen opgesteld om te schieten. Mm-hmm. Ja, dat gebeurde. Ja, halve week na de landing was mijn bataljon teruggevallen van een sterkte van 600 man tot 40 man. Ja. Dus eigenlijk van dat hele divisie dat is hier gesprongen, of geland, 10.000 man, zijn er na die gevecht een kleine 1800 overgebleven.